Ik heb dus net de sleutel gekregen. We gaan zo naar Amsterdam toe. Nu is het gewoon één grote witte. Helemaal, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. En het is nu al avond. En dit is niet echt een normale weekvlog. Want het is namelijk een verhuisvlog. Ik heb net de sleutel gekregen van mijn nieuwe kamer. Zoals ik in de vorige video al zei, ik ga verhuizen. Ik ben vorige maand volgens mij uit mijn oude kamer gegaan. En ik heb weer een nieuwe kamer gevonden waar ik echt mega blij mee ben. Echt, de kamer is zo mooi. En ik heb dus net de sleutel gekregen. En morgen gaan we verhuizen. En ik heb zoveel zin om de kamer aan jullie te laten zien. Want de kamer is echt mega groot. En ik ga het heel erg leuk inrichten. Dus ik neem jullie deze week weer mee in een superleuke verhuisvlog. Al zeg ik het zelf. Maar ik ga zo nog eventjes dozen inpakken samen met mijn moeder. Want dan kunnen we morgen lekker vroeg weg om alles te gaan verhuizen. Ik ben even alles aan het uitzoeken. Ik heb eigenlijk toch best wel veel spullen. Maar ik heb ook een grote kamer. Ik kan allemaal mee. Dus dit zijn alle spullen die nu meegaan. En ik ga zondag nog een keer met kleding. Want ik heb nu alleen deze koffer met kleding mee. En ik heb nog echt veel meer kleding. En dit zijn voornamelijk mijn dekbed en kussens en slaapspullen. Hier nog wat spullen voor in de keuken. Voor de badkamer. En gewoon ook nog schoolspullen, eigenlijk van alles wat. Dus hopelijk krijg ik het morgen allemaal mee. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en we hebben net alle spulletjes ingeladen in de auto. En we gaan zo naar Amsterdam toe, naar mijn nieuwe kamer. En ik ben nu in de kamer en ik zal hem even goed laten zien. Er staat hier nog een kast, maar die stond er al, maar die hoef ik eigenlijk niet. Dus die gaat als het goed is weg. En dit gaat eigenlijk ook weg. Het is nog een vensterbank, maar dat gaan we eraf zagen. En zo groot is de kamer. Ik wil ook nog nieuwe lampen. En we gaan straks eerst alles even verven. Want sommige dingen zijn niet heel erg mooi wit meer, zoals dit. En daarna moet natuurlijk alles nog drogen. En dan zetten we alvast de spullen hier neer. Dus ik denk dat mama en ik maar lekker is gaan verven. En bijna alles is al geverfd. Deze muur is geverfd. Deze muur dus nog niet. En deze muur al wel. Dus we moeten nog één muur. Ik ga even alvast wat. Oh, sorry. Maar ik ga even alvast wat avondeten maken. Gewoon een zak soep. Omdat we honger hebben. Dus we gaan even eten en dan kunnen we de laatste muur ook even verven. En dan zijn we klaar voor vandaag. Het verven is klaar. En dit is het lekkerste gedeeld. Vind ik echt fijn. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en mama en ik zijn weer op weg naar mijn kamer toe. Als het goed is, is de verf nu droog en kunnen we meubels er neer gaan zetten en een beetje mijn kamer leuk gaan maken. Dus ja, we gaan zo er naartoe. Nog 20 kilometer en dan zijn we er. En voordat we alle spulletjes in de kamer gaan zetten, gaan we eerst eventjes lekker lunchen. En dan kunnen we gaan beginnen. En zo ziet de kamer eruit bij daglicht. Mama is nog de laatste dingetjes aan het verven, want in het donker zijn we af en toe nog dingen vergeten. Nu is het gewoon één grote, witte, lege ruimte. Het galmt ook helemaal. Dus kunnen we ook echt de spulletjes erin zetten. Ja.
meubels. Ik krijg ook nog een bankje van mijn zus. En we hebben echt alle mogelijke situaties neergezet. En dit hebben we nu. Kledingrek met mijn lokkerkast. Deze. En dan hier mijn bureau. Dan heb ik hier nog heel veel niks. Dus daar wil ik dan een soort van hoekje maken met de bank en de tv. En dan hier komt het bed in dit nisje. Dan heb ik daar nog een kastje staan. En ja, nu moet ik natuurlijk wel nog eventjes alles mooi gaan ophangen en zo. En dit begint al een beetje op iets te lijken. En ik heb heel leuk zo'n vensterbank, dus daar heb ik al mijn cactussen neergezet. En ik ben binnenkort jarig, dus ik heb ook allemaal leuke dingetjes gevraagd voor mijn verjaardag. Kijk, dit vind ik wel leuk hier zo. Ik ben net nog eventjes de stad in geweest, het winkelcentrum hier dichtbij, om nog wat spulletjes te kopen voor in de keuken. Ik was alleen even vergeten om dat te filmen, maar ik neem jullie binnenkort ook nog wel mee om spulletjes te kopen voor in mijn huis. Ik heb een saladeschaal gekocht bij de TK Maxx, dat is een soort outlet store. Ook nog even bij de Zenos geweest en ik heb wat dingen gekocht om te koken. Deze drie, een schaar en twee mesjes, dus dan kan ik er weer lekker koken. En ik heb me net even omgekleed, want ik ga zo naar Utrecht toe. En dan ga ik samen met Jeffrey uit eten. We gaan naar de pizzeria in Utrecht. Super zin in om lekker pizza te eten. Dus ik heb even wat leukers aangetrokken. Ik heb dit aan. Een nieuw shirtje van Louis & Mally. Een rokje van de Forever 21 van echt 4 jaar geleden of zo. Een panty en mijn laarsjes van Replay. En ik moet nog eventjes iets van sieraden omdoen. Dus ja, nu ga ik naar Utrecht toe. Mijn moeder zet me even af en dan gaan we naar de pizzeria. Op ons. En we hebben allebei de pizza quattro stagioni. Iets smakelijk. Oh, we hebben echt heel lekker gegeten. Ja, ja. Nu lopen we weer naar de bus of naar de tram. Mm-hmm. Bus. En het is echt heel erg koud. Heel erg warm. Echt, hè? Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik heb dus gisteren geleerd voor mijn tentamen. Dus ik was niet aan het verhuizen. En ik moest even heel gefocust zijn. Maar toen ben ik in de avond naar mijn nieuwe kamer gegaan. En heb ik hier voor het eerst geslapen. Ik lig hier op een matras op de grond. En ik heb echt zo lekker geslapen. En ik moet vandaag gewoon naar school toe. Dus ik ga me zo even aankleden. Ik ben aangekleed. Ik heb een truitje aan met een blouseje eronder. Truitjes van de H&M, blousejes van de H&M. Broekjes van de H&M. Alles van de H&M. En Adidas schoenen. En ik ga nu voor het eerst vanaf mijn nieuwe kamer naar school toe. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik had maar een kort dagje op school. Ik kijk nu een vlog van Diana en die heeft ook een nieuwe woning. Ik heb dan een kamer, maar zij heeft een nieuwe woning. Ik vind het echt heel erg leuk om haar vlogs te kijken. En ik heb woensdag een tentamen en dat is best wel veel. En dat moet ik eigenlijk nog even gaan leren. Ook al heb ik daar totaal geen zin in, want mijn kamer is eigenlijk nog best wel een chaos. Er staan hier nog allemaal spullen die ik eigenlijk niet heb uitgepakt. Die ik gewoon van de verhuisdoos erin neer heb gezet. En daar heb laten staan. Het dilemma is leren of spullen op de goede plek zetten. Maar misschien ga ik eerst eventjes een paar uur leren. En dan kan ik altijd nog kijken of ik nog tijd heb. En ja, als het af is, dan wil ik eigenlijk graag een roomtour doen in mijn kamer. Dus als jullie dat leuk vinden, laat het dan even achter in de reacties. Want dan ga ik dus zeker een roomtour filmen. En ja, ook als jullie nog vragen hebben. Ik woon trouwens met één ander meisje. Dus ik woon, we delen dit appartement dan met z'n tweeën. Het is een heel gezellig meisje. Het is nu avond en ik loop nu naar Italiaanse les toe. Want ja, daar moet ik zo weer naartoe. En daar zie ik Jeffrey ook. En Jeffrey komt daarna nog eventjes mee om mijn kamer te kijken. Ik ben net naar Italiaanse les geweest. En toen ging daarna Jeffrey nog eventjes mijn kamer bekijken.
En nu ben ik nog even aan het facetimen. En wat vond je ervan? Van de Italiaanse les? Nee, van mijn kamer. Oh, ja, vet mooi. Ja? Superleuk. Ik wil die kamer ook. Mag ik hem overkopen? Je wilt toch ook nog helpen met dingen aan de muur hangen en zo? Want het is nog niet helemaal af. Ja, natuurlijk. Ik ben namelijk in mijn vorige leven klusjesman geweest. Een beetje zenuwachtig, want morgen komt Sinterklaas. Ik weet niet of ik iets leuks krijg. Ik ben ook helemaal niet braaf geweest dit jaar. Je krijgt een roe, krijg je. Nee, de roe. Dat doet pijn. Die kreeg ik vorig jaar ook al. Ook doei. 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 Goedemiddag, het is eigenlijk al bijna avond. En ik heb net boodschappen gedaan. En ik heb ook nog eventjes wat dingetjes bekeken in Zenos. Ze hadden echt superleuke accessoires voor hun huis. Dus die heb ik ook gefilmd. Dus die zal ik nu wel even laten zien. Drukke dag gehad op school en ga ik gewoon nu naar huis toe en lekker samen met mijn huisgenootje samen eten. En ik heb best wel zware tassen, dus ik loop echt helemaal krom als een soort van brugklasser. Ik ben weer thuis en ik had ook nog iets bij de TK Maxx gekocht en dat is een soort van outlet-achtig iets. Toen ik in Canada was hadden ze ook zoiets en daar kocht ik altijd mijn notitieboekjes. En ik heb daar dus een heel mooi notitieboekje gekocht. En dat zijn meestal boekjes van best wel goede merken met heel mooi papier aan de binnenkant. Ik kan je niet zo heel goed zien. En hij is best wel groot. En deze was 5 euro. En dat kon ik niet laten, dus die heb ik ook meegenomen. En ja, ik moet nu zo gaan leren. En daar heb ik niet zoveel zin in, omdat ik nog steeds zin heb om alles hier een beetje oké te maken. Maar daar heb ik dus geen tijd voor. Dus ik moet even wachten tot de tentamens voorbij zijn. En dan kan ik denk ik weer even mijn kamer gaan ordenen en leuk maken. Ik heb eten gemaakt en mijn huisgenootje en ik gaan lekker samen eten. Ja. Dus, smaakt het een beetje? Ja, ik heb heel lekker gekookt. Oké, gelukkig. Ja. Dit recept heb je vast wel vaker gezien. Het ziet er nu niet zo mooi uit, maar... gewoon pasta met pesto en van alles en nog wat. Dus eet smakelijk. Smakelijk. Ik ga slapen en ik ga hierbij de weekvlog / verhuisvlog afsluiten. En ja, ik neem jullie volgende week gewoon weer mee in een nieuwe verhuisvlog. En vond je dit een leuke video? Doe dan duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doeg!